zijn we weer. Ja. Kan ik wel zeggen. Is het heel anders met deze auto dan vorig jaar? Ja, voor mijn belevenis wel. Heel erg. Die andere auto was een stuk ouder. Hoe we het in ons hoofd hadden. En bam, dat is hij. Maar is het dan, of kost het dan minder tijd om te poetsen? Nee. Nee, zeker veel meer. Juist veel meer. Ja. Hey, kan ik zeggen dat dit een beetje een oldschool opbouw is? Ja, dit is echt wat we het net ook al over hadden. Dit is echt de klassieke stijl. Yeah. Dat willen we uitstralen. Yeah. En het is allemaal modern en moderne technieken. Maar we willen echt gewoon de klassieke ouderwetse stijl. Hey, en er vallen mij meteen een paar dingen op natuurlijk. Gewoon de opbouw, verlengde zonneklep, lichtbak, Michelin poppen. Maar dit ook. Dit is natuurlijk niet origineel. Nee, dat hebben we helemaal dicht laten maken. Ook om die streep mooier uit te laten komen. Yeah. Eerst was het open en dan stopte het weer. En we wilden geen onderbrekingen. Nee. Daarom hebben we het ook hier in de naadjes door laten spuiten. En met gouden accentjes afgewerkt. En, voor die uitstraling. Bijvoorbeeld, want je hebt dan ook je hebt geen LED-verlichting. Ja, wel in je koplamp, je gewone verlichting, denk ik. Ja, die wel. Heb ik ook expres hebben dat laten zitten. Ja. Omdat ik heel veel, s'avonds in donkere weggetjes en... Dan geeft het gewoon heel veel licht. Ja, in de polder rij. En dan vind ik het toch wel fijn om dan... De klassieke verlichting is dan net te gek. En als je dan seint, wat zijn dan je verstralen? Is dat wel LED of is dat halogeen? Nee, dat is allemaal halogeen. Dus echt klassieke stijl. Ja. En van binnen? Van binnen hebben we ook helemaal de klassieke stijl terug laten komen. Dat was ook bij die andere... Was dat met bruin en crème. Yeah. En hier hebben we echt het ouderwetse gevoel helemaal terug laten komen. Yeah. Ik ben er ook onwijs blij mee hoe het zo is geworden. Is er nog iets origineel van binnen? Nee, eigenlijk is alles aangepast. Wat ik wel origineel wilde houden zijn deze schakelaars bijvoorbeeld. En, die konden we laten spuiten, maar ik zei, ik moet er ook mee werken. Ja. En we zitten veel in de stof en, en ik heb het liever dat het netjes, schoon en strak is. Ja. Als dat dit allemaal is gespoten en je ziet dan een stukje. Ik zeg, dat werkt voor ons niet. Nee. Dus dat hebben we wel zo gedaan. Voor de rest is alles gedaan en aangepakt. Deze komt van de 4-serie af? Ja, klopt ja. Komt ook weer terug in het bovenbed. Ja. Zit ook weer daar verwerkt in de spiegel. Nou ja. Dat is ook dat 4-serie gevoel, zeg maar. Hey, en natuurlijk het witte stuur. Maar wat ik me eigenlijk afvraag, misschien is het een hele stomme vraag, maar waar zitten nou die knopjes die dan normaal in dat stuur zitten? Die knopjes die zitten daar weer in de bak. Oh, oké. Ja. Dus die kun je vanuit daar bedienen. Want daar zit natuurlijk normaal gesproken je cruise control. Ja, het is niet het fijnste gevoel, maar om ze daar te hebben, maar de andere kant, ja. Het went ook alweer. Ja, het went wel. En wie mooi wil zijn. Ja. Hey, en ik zie ook weer alle strepen lopen weer helemaal door. Alles loopt door. We hebben ook, wat ook wel leuk is, die interieurlampjes zijn allemaal hetzelfde overal. En ook weer van de 4-serie hebben we de spatlapjes teruggemonteerd. En dat was wel... zijn net de details. Ja, de details die de klassiekheid moet uitstralen. Hey, zijn ze echt? Nee, deze niet. Nee, hebben we ook bewust gedaan. We wilden het wel proberen, maar de eerste rit met deze auto in Duitsland stonden we al aan de kant bij de politie. En het eerste wat ze doen is... voelen of dat ze warm zijn. Voelen of dat ze warm zijn. Ja. En toen, dat was wel een signaal voor ons van, moeten we niet doen, want werk gaat voor. Hey, natuurlijk om het helemaal af te maken, de trappetjes. Ja. Heb je er wel eens opgeklommen? Nee, maar die hebben we wel helemaal speciaal met de hand laten maken. Het zijn geen standaard trappetjes, maar... We kregen anders de uitlaten niet strak genoeg op de cabine en we wilden hem ook verder naar buiten. Okay. Bij heel veel staan ze verder naar binnen en we wilden hem dat je hem van de voorkant ook kon zien. Ja, nou dat zegt, daar komt ook net iets voorbij. Dus ze zijn helemaal speciaal ontworpen en er zat heel veel werk in. Ja. En verder is het helemaal dichtgemaakt? Ja, helemaal dichtgemaakt. En is die wel open? Die wel. Kijk. Ja, maar dat is speciaal voor het festival gedaan, omdat we dat mooi vonden. Ja. Maar ook hier willen we gewoon bij de klanten voor de deur in woonwijken, we willen gewoon wel... Het moet ook netjes kunnen, zeg maar. Netjes, netheid uitstralen. Ja, en dan natuurlijk helemaal om het af te maken de spatlappen. Ja.
Had je dat op de vorige ook zo? Ja, hadden we op de vorige hadden we dan alleen dan aan iedere kant één. Okay. En dat was ook mooi klassiek. Ja. Maar nou wilden we toch, omdat die bumper dan ook weer doorliep, hebben we er dan ook nog twee tussen. Ja, ja, ja. Ja. En is het nog dezelfde trailer als vorig jaar? Dit is precies dezelfde trailer als vorig jaar. En is er nog, is er iets aan veranderd dan eigenlijk? Ja, ja, het is wel, wel aangepast. De buitenkant, zeg maar, de opbouw is wel hetzelfde. Alleen de binnenkant is helemaal aangepast op deze auto. Okay. We willen wel, alles moet eenheid uitstralen. Yeah. En ja, daar kun je niet aankomen met. Want eerst waren ze bruin met crème. Yeah. En nu heeft Steven ze helemaal opnieuw gedaan. Yeah. En in de stijl van de auto gezet. Dit vertelt gewoon eigenlijk het verhaal van A tot Z. Ja, dit is hoe de auto nieuw besteld is, hoe die binnenkwam. Yeah. Bij Scania Den Bosch. Dus wel al met een rood chassis en zo. Ja, rood chassis, ja, zeker. En dat is ook leuk. We hebben een expres in het zwart besteld. Yeah. Omdat onze auto is natuurlijk helemaal in het rood en heel vaak bij degene die klappen dan de grill open en dan is de achter de grill is alles wit. Yeah. En dat vonden wij zo verschrikkelijk gezicht. Ja, ja, ja. Dus toen hebben we hem expres in het zwart besteld, zodat als nu de grill open staat, dat alles mooi zwart gespoten is achter de grill. Zo klopt het helemaal. Ja. Ja. Dit is eigenlijk de hele opbouwfase van deze auto. Ja. Hey, en ligt dit er nu voor het festival zo in, of ligt dit er altijd zo in? Nee, dit gebruiken we altijd zo. Ja. Alleen nu voor het festival hebben we de traantjes met echt leder bekleed. En alle ratels zijn ook met leder gestikt. Maar dat is echt speciaal voor het festival om het, dus zodat het er mooi bij staat. Hey, en die planken, glimmen die allemaal zo? Ja. Ook die hier? Die doen we ook altijd. Ja, het is altijd weer een werk. Is dat... Zeker nou de laatste tijd met het slechte weer allemaal. Maar één keer in zoveel tijd, dan doen we die allemaal. Ja. Gestuurde as? Ja, gestuurde as. Liftas nog? Ja, liftas. Twee liftassen. En de assen zijn eigenlijk aangepast. Origineel staan ze iets verder terug, maar wij hebben ze de voorste twee verder naar voren laten plaatsen. Kwam je er beter uit met de gewichtsverdeling of zo? Ja, en ook met in de woonwijk en zo. We vinden dat fijner sturen. Ja, dus dat hebben we speciaal zo aangepast. Okay. En zo kon ook mooi weer mooi dichtgebouwd worden. Ja. Ja, en wilde ik hier even kijken. Hieronder hebben we die werkverlichting hebben we er helemaal in laten bouwen. Kijk. En wat je ook ziet tussen de uitlaten op slangenrek zit dezelfde striping in het goud, Scania. En dus dat is striping. Eigenlijk, dat is gewoon, dat is echte details. Ja, dat zijn die details. Dat zie je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Wij willen zeg maar de auto, die heeft de details, maar die moet de trailer moet diezelfde uitstraling hebben. Ja. En ook de kooi aan. Ja. Er is geen tweede van zo'n auto, toch? Nee, dit is voor mij echt mijn droomauto. En het is gewoon voor mij nog mooier als vorig jaar. Ja. Ja. Hey, en waarom, ik zie het nu toevallig, was me net nog niet opgevallen aan de andere kant, maar waarom ook achterop oranje glaasjes overal en niet bijvoorbeeld rood? Ja, dat vonden wij ook de ouderwetse klassieke stijl. Gewoon alles oranje. Ja. Ja, ook oranje naar achter. Ja. En ik weet al dat jij op de volgende vraag geen antwoord kan geven, maar als je één ding moet kiezen, wat je nou het allermooiste vindt van jouw complete auto? Ja, mooiste. Nou, waar je meest trots op bent? Of? Ja, ik vind, de auto, maar als ik nu weer kijk hoe dat de kooiap er weer bij staat, dan ben ik ook wel mega trots op. Is er wel eens mee gewerkt? Ja, dat wordt echt, we doen gemiddeld tussen de 30 en de 60 klanten in de week. En ik rijd er iedere dag mee de tuinen in. Dus, maar het was heel veel werk weer om het goed te krijgen. Was het gekke werk? Ja, gekke werk ook weer niet, omdat wij natuurlijk ieder weekend ook wel aardig gek zijn. Ieder weekend als we terugkomen, of na de werkweek, dan zorgen we echt dat die van boven tot onder gewoon altijd weer schoon in de hoek staat. Ja. Ja. En dan nog, denk je van, dan valt het mee van het festival, om het hier weer zo 120% te krijgen, dat was wel... 100% is niet genoeg? Nee, hij moet 120 hier. Ja, hier moet hij 120. Vorig jaar dachten we 100, maar het moet 120 120, hier. Dan schudden we daar de hand op en wens ik jou veel succes. Top, hartstikke bedankt. Het Profile Truckstar Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Profile.